Nee, dat zie je toch ook aan Lulu Wang? Die is toch gewoon alleen maar in de markt gezet? Ja. Imago bepaalt tegenwoordig alles. Dat is het. Het maakt er niet uit meer wat er geschreven is. Het gaat alleen maar om wie het geschreven heeft. He? Neem nou die Moelis. Hij heeft al jaren niks meer te vertellen, hoor. Staat elke, keer weer in de top 10. Ja, persoonlijk kan ik er geen touw meer aan vastknopen. Nee, maar pas op. Dan is deze dame hier de uitzondering op de regel. Echt, haar artikelen gaan inslaan als een bom, ik verzeker het je. Nou, met haar imago is anders ook niks mis. Nee, ze is op het moment het hele Nederlandse rechtssysteem aan het doorlichten. Dus ik zou maar rekenen op een paar verbluffende onthullingen, ja. Hoop jij? Weet ik. Waar richt jij je op? Vakbladen of tijdschriften? Dagbladen. Ja, het gaat om de analyse van misstanden en... Nou, laat ik zeggen, ontoelaatbaar gedrag van de magistratuur en advocatuur. Ah, onderzoeksjournalistiek. Precies. Zoiets. De laatste ronde. Allemaal nog hetzelfde? Ja, doe maar. Ik hoef niet. Nee? Ik ga nog even werken. Dag. Ja, dag. Ik ga nog even werken. De wijven. Koorlid blijf je voor het leven en je vrienden vergeet je nooit. Nou ja, dat is toch leuk. Hé, wacht even. Ja. Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja. Wanneer begint het onderzoek? Nou, over een maand of zo. Ik hoop dat het met de sissen afloopt. Ach, als het binnen de raad blijft, dan maak ik me geen zorgen. Jan Willem gaat me echt niet opofferen. Dus zolang hij deken blijft, denk dan ik gaan dat... gaan geruchten. Kijk, aan het begin van deze eeuw was botersmokkel verboden. Nu zou dat vrije ondernemerschap genoemd worden. Precies hetzelfde geldt straks voor de handel in drugs. Ik ben gewoon mijn tijd ver vooruit. Hey. Hallo. Is dat niet Ruben Siers? Ja, is een jaargenootje van me. Het is mijn verjaardag nooit vergeten. Dat is leuk, hè? Pontje kook. Nou, als dit kook is, dan zit daar een waterpijp in. Maar nee, nee. Oh, zet het even op tafel. Babette van Woensel. Aangenaam. Ramen zuigen het licht op, stoot het leven uit. Pardon? Shakespeare zou geïnspireerd van je raken. Hard aan het werk? Ja. Je ook een glas melk? Nee, dank je. Echt niet?
Echt niet. Lex. Ja. Slaap lekker. Yes. Dankjewel, Babit. Was je laat? De vergadering liep uit. Waarom laat je ze nou naar zo'n vreselijk programma kijken? Omdat ze dat leuk vinden. Het is niet goed voor ze. Jij doet toch ook alleen maar wat je leuk vindt? Ochtendhumeur? Ja, dat zal het wel zijn, ja. Ik moet weg. Ga iets leuks doen vandaag. Iets waar je goed humeur van krijgt. En hij is de vorige keer toch vrijgesproken? Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat hij onschuldig is? Ze kon alleen niks bewijzen. Is hij zo slim? Nou, slim genoeg om zich niet met de drugs zelf in te laten. Hij regelde alleen de lege BV's om het geld wit te wassen. En daarop wordt hij nu veroordeeld. Ja, de raad van discipline bestaat uit alleen maar vriendjes van hem. Of hij nou schuldig is of niet, zouden hem toch wel de hand boven het hoofd. Volgens mij bewonderen ze hem zelfs. Zeker Albert hier. Waar kennen ze elkaar van? Minerva. Jaarclub? Geen idee. Gaan we straks lunchen? Ja. Hey, werkt die Zwiers nou nog steeds samen met Peter Vrijman? Wie? Een paar jaar geleden was er sprake van dat hij drugsgeld zou hebben witgewassen voor Vrijman. Waarom wil je dit weten? Vind ik gewoon interessant. Voor een artikel. Misschien. Hallo, wil je mij er even buiten laten? Het gaat niet om jou, het gaat om Zwiers. Ja, en als ik kan aantonen dat... Finet, ik ben hier gewoon lekker met jou aan het roddelen. Dit is niet bedoeld voor publicatie. Off the record, weet je wel. Off the record. Jezus. Met wie werkt Zwiers nou nog meer samen? De grote jongens, bedoel ik? Ik heb echt geen idee. Doe niet zo flauw. Voor zover ik weet, heeft Ruben Zwiers een onberispelijke reputatie. Dat is heet spul. Kun je het gebruiken, denk je? Tuurlijk. Als er een stuk in zit. Maar je moet er niet mee bij mij zijn. Ik zou naar een dagblad gaan. Volkskrant, Nieuws, Parool. Nee, die informatie van Babette bedoel ik. Ze heeft
het me in vertrouwen verteld. Nee. Ben jij je zusters hoeder of zo? Zorg eerst maar dat je dat allemaal kunt bewijzen. Ja. Kom er zo aan. Betrapt. Zo wordt er dus gewerkt hier op de uitgeverij. Terwijl wij freelancers moeten zwoegen. Kwestie van delegeren, dan loopt alles vanzelf. Bij Koers anders niet. Daar hebben ze Corine ingezet. Wist je dat? Ja, ze helpen bij de restyling. Nog altijd even onmisbaar. En vind je dat niet vreemd? Het kind komt over 6 weken. 4. Ja, ze verveelt zich, zegt ze. En dat geloof je? Waarom zou ik daar aan twijfelen? Adriaan, ze past de oudste regels van het versierboek toe. 1 geeft hem een reden, 2 geeft hem de kans. Ze is hier voor jou. Ga met haar praten. Voor het kind. Heb je zin om een bakje koffie te gaan drinken? Hoe is de stemming nou bij Koers? Je bedoelt sinds je dat bericht over die reorganisatie hebt laten uitlekken? Sorry, zo bedoel ik het niet. Maar het had allemaal wat soepeler kunnen verlopen. Ik weet het. Het ergste is, het interesseert me geen zak. Wat niet? Dat ik er een zootje van maak. Niks voor jou. Oh nee? Ik heb er met jou toch ook een zootje van gemaakt? Ga je het redden in je eentje? Ik zou wel moeten. Corine, dat wij uit elkaar zijn, dat wil niet zeggen dat jij er alleen voor opdraait voor het kind. Ik wil je echt graag helpen. Hoe? Door 5 keer per dag een luier te komen verschonen. Of wil je het soms afkopen? We moeten gewoon een manier vinden. Ik weet niet wat jij wilt. Het blijft hoe dan ook ons kind. Luister, Adriaan, als je zeggenschap wil hebben over het kind, moet je met een concreet voorstel komen. Ik vind het allemaal te vaag. Oké. Ik zal erover nadenken. Raam, zuig het licht op, stoot het leven uit. Vaarwel. 1 kus. En ik daal af. Zo simpel is... Blablabla. Voor ik mijn Romeo weer zie. Vaarwel. Henk, laat geen kans voorbij gaan, lieveling. Ik moet weg. Hè? Nee, dat staat er niet. Nee, ik moet echt weg. Oh. En voor de rest ken ik hem wel. Mag ik mee? Ik zal echt heel stil zijn. Ik wil zo graag een keer zien hoe jullie dat doen. Mag dat? Is goed. Maar als Julia het niet oké vindt... Nou, dan ga ik toch gewoon weer weg. Nee, ik weet niet waar Bob is. Oh, jawel, ik weet wel waar Bob is. Die moest naar de tandarts vanmorgen. Dus hij is waarschijnlijk al onderweg. Oké, dag. Eikel. Wie? Bob natuurlijk. Ze weet niet op zijn werk. Zo'n lui varken. Normaal maakt me dat niks uit, maar de laatste tijd... Ik word gewoon gek van, ik kan helemaal niks hebben. Als hij nog ligt te slapen, dan wil ik schoonmaken. En als ik wil slapen, dan wil hij weer televisie kijken. En... Shit. Ik ben weg, sorry. Kan ik vanmiddag nog komen? Ja, tuurlijk. 5 uur. Dag. Doei. Jezus, wat is er?
Daaruit, oh. Nu. God, mens, ik lig te slapen. Jezus Christus, die ochtendhumeur. Het is 11:30. Ik heb geen ochtendhumeur. 11:30, nou en? Kat, doe even normaal. Ik had net Stijn aan de telefoon. Die vroeg zich af waar je bleef. Ik hoef niet te werken vandaag. Kozijnen Jezus. Voor de Frans Halstraat. Ja, je hebt gisteren al gebracht. Het busje staat voor de deur. Misschien een idee om dan even te bellen en dat te zeggen? Ik heb het ingesproken, ja? Pop, ik sta te legen tegen Stijn voor je. Ik fiets halve stad door om jou wakker te maken. Oh, raap met jou. Ah. Ik doe normaal. Ja, helemaal... Laat me los, man. Jezus, laat me los. Wie is dit? Hey. Altijd hetzelfde gezeik. Slap lekker, Bob. Dankjewel, Bob. Aan de hemel zou haar oog de lucht doorzinderen met zoveel klaarte dat alle vogels gingen zingen in de nacht. Oh, zie hoe ze met de wang leunt op haar hand. Ach, was maar een handschoen aan die hand. Ik kon die wang aanraken. Ai. Haar stem. Toe, zeg nog iets, jij engel, want jij glanst zo heerlijk in de nacht hoog boven mij als een gevleugelde... Met passie! Als een gevleugelde hemelbode in. Het wit wegdraaiend oog van stervelingen. Die hem perplex teruggedeinst nazien. Wanneer hij, zeilend op de bolle wolken, traag... Door de zalen van de hemel trekt. O Romeo, Romeo. Waarom ben jij Romeo? Niet slecht. Morgen gaan we verder. Is goed? Nee, dank je. En, vond je ervan? Weer is wat anders, hè, dan een droge tekstrepetitie. Ik vond het echt... Ik vond het waanzinnig. Is dat, goed of slecht? Ik geloofde je helemaal. Zoals je naar haar keek en toen je haar kuste, dat was echt... Alsof jullie zielsveel van elkaar hielden, was net echt. Ja, was het ook. Hoe kan dat nou? Door er zelf in te geloven. Ik ben Romeo. Ja. Jij bent Julia. En dan volgt al het andere vanzelf. Goedemiddag, u spreekt met Finette van Aspen. Ik bel namens de Prezes van Minerva. Ik ben op zoek naar een aantal gegevens over een reunie. Rubens Wiers. Dit is alles wat ik heb kunnen terugvinden. Van de reunies die ontaarden in drinkgelagen heb ik uiteraard geen verslag gemaakt. Gewoon omdat ik me er niks van kon herinneren. Mag ik een cognac? Ja, woning. Dat is een handige eigenschap voor een advocaat. Wanneer kunnen we de volgende reunie verwachten? Heel snel, denk ik. Maar dat is niet waarvoor ik u heb laten komen. Oh. Ik heb begrepen dat de Raad van Discipline een intern onderzoek naar u heeft ingesteld. Wie bent u? Freelance journalisten. Voor Index, Beursplein, Het Nieuws en Het Parool. En Minerva dan? Sorry, was een leugentje om bestwil. Ik heb geen commentaar. En nog helemaal niet tegen journalisten die zich onder valse voorwenselen opdringen. Goedemiddag. Dat onderzoek raakt toch bekend. Mag ik betalen? Mevrouw van Aspen. Mijn excuses. Nou, ik reageer soms wat heftig als journalisten vragen stellen over lopende zaken. Tja,
U zou toch moeten weten dat de media ook in uw voordeel kunnen werken? Precies. En dat realiseerde ik me dan weer net op tijd. Ruben, mag ik Finet zeggen? Tuurlijk. Mooi. Nou, Finet, waar moet het artikel precies over gaan? Over de onderzoekstechnieken van de Raad van Discipline. Daar was ik al bang voor, ja. U bent in de tijd al van alle blaam gezuiverd? Ja, dat wel, maar het heeft me 3 jaar gekost om mijn praktijk weer op het oude niveau te krijgen. Dat lijkt me moeilijk te geloven. Iedereen weet u sinds die affaire te vinden. Ja, de verkeerde mensen. En dat schrikt de goede dan weer af. Zoals Peter Vrijman bedoelt u? Ik heb niets met Peter Vrijman te maken. Insiders beweren anders? Kijk, ik wil er best een keer met u over praten. Maar na dit onderzoek. En daar gaat het mij nou juist om. Doe maar een dubbele espresso. Een dubbele espresso, Fleur? Jo, komt eraan. Hij schiet je wel op, anders wordt hij koud. Ja, joh, ik kom eraan. Ik red het wel, echt waar. Even nog dit. Wacht even, Finet. Er wordt gebeld. Wie is daar? Ja, ik weet niet wie het is. Zo, daar ben ik dan. Oh, wat een verrassing. Hoezo? Was je het vergeten? Nee, natuurlijk niet. Mijn schoonmoeder. Oh, nee, toch? Don heeft de schoonmoeder op bezoek. Stuur haar naar de Bijenkorf. Of het bejaardenhuis. We gaan eerst even gezellig starten en daarna de kinderen ophalen. Ja, hebben we weken geleden afgesproken. Nou, heel veel sterkte dan. Ja, dank je. Dag. Haal jij de kinderen op? Zit in Berlage, poging te doen het leuk te hebben. Donna mag weer de ideale schoondochter spelen. Hey, niet spelen, zijn. Gebeurt allemaal in je hoofd. Je gelooft dat je de ideale schoondochter bent. En dan ben je dat ook. Of je gelooft dat je iemands vriendin bent. Is niet van echt te onderscheiden. Volg je het? Die Maslow, hè? Die liep gisteren in één keer piemelnaakt mijn kamer in, terwijl ik zat te werken. Ja. Nou ja, acteurs, hè? Dol op aandacht. Ik heb Zwiers gesproken. Pardon? Die informatie had ik van ieder ander kunnen krijgen. Ja, maar je kreeg hem van mij, omdat ik dacht dat ik tegen een vriendin zat te praten. Hoe zit er dan een embargo op alles wat jij zegt? Tegen een vriendin wil ik vrijuit kunnen praten. Zonder bang te zijn dat ik mijn woorden de volgende dag teruglees in de krant. Babette, die vent is een lul. En dat vind jij zelf toch ook? En dat geeft jou terecht een stuk over hem te schrijven. Ik laat jou er helemaal buiten. Jouw naam komt er echt niet in. Daar gaat het niet om. Je hebt me alleen op het idee gebracht, meer niet. En die hele research die heb ik verder zelf gedaan. En het enige wat ik nu nog wil weten is wat voor contacten die op dit moment met de drugsmafia heeft en waarom die in de tijd niet is veroordeeld. Dan pas ga ik het publiceren. En die dagbladen die zijn... Die dagbladen interesseren me niet. Net zo min als jouw journalistieke integriteit. Ik heb het over onze vriendschap. Wat zit jij nou zo dwars? Dat ik niet weet wie ik tegenover me heb zitten. Een vriendin of een journalist. En voorlopig hou ik het maar op het laatste. Maar bid. Ik weet niet hoe dat werkt. Dingen die ik in het begin leuk vond, die irriteren me nu verschrikkelijk. Hij snurkt, vond ik eerst lief. Hij smakt bij het eten. En hij stinkt. Ik dacht eerst dat de muizen in huis waren, maar die zijn nu uitgeroeid. Dus. Ik ruik het hier zelfs. Oh, het zit gewoon in mijn kleren. Godverdomme. Sinds wanneer stinkt hij zo? Ik weet niet, sinds een paar dagen. Ruik eens. Ruik je dat? Zo'n beetje een zurige lucht. Wanneer moet jij ongesteld worden?
Ik weet niet. Het is bij mij nou... Shit. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Je denkt toch niet... Als ik jou was, zou ik maar een testje doen? Maar ik heb hier bijna 6 jaar gewerkt. Zonder pasje komt u echt niet in. 1 jaar gewoon uit het advocatenblad hoef ik maar te checken. 10 minuutjes werk. Sorry. De enige die ik heb verteld dat ze mij de hand boven het hoofd gaan houden, dat ben jij. Ik kom op, Ruben. Ik ben je oudste vriend. Ik moet me houden aan de regels. En dat doet u voortreffelijk, maar er zijn ook uitzonderingen op de regels. En daarvan is u sprake. Wie bepaalt dat? Ik bepaal dat. Als hoofdredacteur van Index. Oh, mag ik uw pasje dan even zien? Dat heb ik boven laten liggen. Ik ga het wel halen, mevrouw. Hè? Goed, voor deze keer dan. Pardon? Jouw vriendin, Finette van Aspen, is bezig met een artikel over Ruben Swiers. Je meent het. Waarover? Als blijkt dat jij haar hebt getipt, dan vlieg je eruit. Met Finette van... Ik moet je spreken. Vanavond, Berlage. 9 uur. Wat is er? Problemen. Paul, even open. Of je fiets staat beneden. Ik weet dat je er bent. Je doet nou niet zo flauw. Ik moet naar binnen. Zeggen. Nou, moet je het zelf maar weten. Zoenoffer ligt in de brievenbus. Je bent een lul. Twee streepjes, volgens mij betekent dat. Oh, schatje. Oh. Ik hou van je. Ja, ik hou van je. Ik hou van je. Ja. En, wat gaan we nu doen? Naar Berlage? Oh, wacht even. Wou je het meteen aan iedereen gaan vertellen? Beter van niet. Ja. We kunnen beter even afwachten, toch? Hey. Kom maar. Dit keer gaat het goed, zeg maar. Ik weet het zeker.
wie woont daar dan nu? Het nieuwe hoofd neurologie, neem ik aan. Nou, ze komen uit Rotterdam. En hij is chirurg. En zij verpleegkundige. Ze hebben drie meisjes die alle drie paardengek zijn. Ze hebben die stal gekocht. Die stal achter de tuin, van die oude boer. Ja, precies. Ja. Jullie gordijnen hangen er ook nog. Oh, man, je bent toch niet langs gegaan? Ja, ze hebben mezelf uitgenodigd toen ze hoorden wie ik was. Zo, zijn jullie klaar? Dan gaan we nu in bad. Kom op. Geef oma een kusje. Welterusten aan Katja, oma. Katja. Ah, lieve. Welterusten. Welterusten. Dag, Katja. Lekker slapen, hè? Ja. Bedankt nog voor je mooie tekening. Ja. Komen jullie weer eens gauw een keertje bij ons logeren? Ja. Ja. Hoppa. Ja. Koffie? Graag. Het gaat toch wel goed met jullie? Ja hoor. Hoezo? Ze is zo veranderd. Je weet toch dat je altijd bij ons terecht kan? Kom op, mam. Maak je maar geen zorgen. Het gaat echt wel goed met ons. Hé, hey, heb jij het bootje van Katje ergens gezien? Oh, dat ligt in de kamer. Ik pak het wel even. Is het deze? Ja. Ja, nou, dus volledig uit de lucht gegrepen. Ieder feit heb ik gecheckt en gedubbelcheckt. Morgen gaat het de deur uit. Het spijt me voor u. Wat jammer toch, hè, dat het ons maar niet lukt om elkaar te tutoyeren. Als dat moet, dan gaat het vanzelf. U lijkt mij een intelligente vrouw. Iemand die kan inschatten wat het voor een advocaat betekent als dat gepubliceerd wordt. Kunt u dat allemaal verantwoorden tegenover uzelf? Lijkt me geen relevante vraag. Ik raak mijn cliënten kwijt. En daarmee mijn inkomen. Het is niet echt leuk voor mijn gezin. En als het onderzoek bij de Raad van Discipline erdoor wordt beïnvloed, dan word ik geschrapt van het tableau. Niet als dat nog geleid wordt door Jan-Willem van Henegouw. Die hield u de vorige keer toch ook buitenschot? Met welk recht bemoeit u zich met mijn leven? U vroet in mijn verleden, ondervraagt iedereen om me heen en gooit het vervolgens ongecontroleerd in de krant. Het arrogante misbruik van de naam Minerva. En het gore lef waarmee u Peter Vrijman belt. Ik sta niet heilig voor u nou. Ik dacht dat u geen contact had met Peter Vrijman. Hoe weet u dat ik met hem gebeld heb? Mooi. Maar vertel dan ook meteen het hele verhaal. Dat ik zelf gebruik. 2 of 3 gram per dag. Dat ik 2 auto's stoten los heb gereden. Of nog beter 4. Omdat ik totaal van de wereld was. Schrijf maar op. Schrijf dan op. Hangt niet uit wat. Ik kan me toch niet verdedigen. Hier. Dat is mijn vrouw. En dat is de jongste. Lieke. Maakt niet uit wat. Ik kan me toch niet verdedigen. Dat is mijn vrouw. En dat is de jongste. Hij is vorige maand gescheiden. Mag zijn kind zelfs niet zien. Nou. Precies, die man die liegt over alles. Die grijpt alles aan om eronderuit te komen. Je amuseert je nogal, hè? Ja. Ja, ik vind dat echt fascinerend hoe iemand zichzelf zo in de nesten kan werken. Huh? Fraude, valsheid in geschriften, omkoping. Hij staat met de rug tegen de muur. En ja, jij dat heeft hij dan aan zichzelf te danken, hè, Babette? En het is een schandaal dat een journalist zoiets aan het licht moet brengen. Die man die heeft een waslijst aan strafbare feiten gepleegd zo lang als mijn linkerarm. Ja, de Raad van Discipline is daarvan op de hoogte. Hij loopt nog steeds vrij rond. Vind jij dat het kan?
Als dit in de krant komt, dan stort zijn leven in. Om over het leven van zijn kind nog maar te zwijgen. Wil je dat op je geweten hebben? Doe niet zo hypocriet, Babette. Ik hypocriet? Ja, je bent gewoon bang voor je eigen baan, jij. Ach. Zwiers is fout, oké. Ja. Maar daar heb ik het niet over. Vriendschap, loyaliteit, menselijkheid, daar heb ik het over. Maar dat doet er voor jullie niet toe, hè? Als je maar kunt scoren. In de schijnwerpers kunt staan. Die baan van mij, die kan me gestolen worden. Ja. Ik heb andere prioriteiten. Luister, Babette, het is helemaal niet mijn bedoeling om hier... Wees maar niet bang, hoor. Ik word niet ontslagen. Niet hierom. Albert weet dat jij die informatie van mij hebt gekregen. Maar hij kan niet hard maken, dus... Maar jij denkt toch niet dat hij Zwiers blijft beschermen als dit bekend wordt? Die baas van jou is net zo opportunistisch als Ruben Zwiers. Zou je even je mond kunnen houden? Ik probeer met Finette te praten. Nou ja, het is goed. Ik zie je later, Willem. Luister, als dit jou je baan kost, dan ben ik dat best... Dat is helemaal niet de afweging die jij moet maken. Ik heb jou in vertrouwen iets verteld. Jij maakt er misbruik van. Maar nou, dat is... Laat me uitpraten! Domme! Als dit wordt gepubliceerd, dan trek ik de conclusie dat ik jou nooit meer iets kan vertellen zonder bang te zijn dat jij het gebruikt. En dit is geen dreigement, maar ik weet dus niet of ik dan nog met je wil praten. Begrijp je dat? Ik vind het echt belachelijk. Ja, je maakt het allemaal veel te groot. Het gaat om het principe. Kom op, hier hoef ik echt niet naar te luisteren. Ik ben verdomme geen klein kind, Babette. Mijn ziel die mijn naam roepen. Hoe zilverzoet klinken verliefde tongen bij nacht. Muziek voor wie het horen wil. Oh, Romeo. Mijn kleine valk. Dat slaap je oog verkwikt. Vrede je hart. Oh, wat rust ik. Als ik slaap in vrede was. Hé, hey, wacht even. De grijze morgen lag de zwarte nacht toe. Is dit wel echt wat je nu doet? Of is dit gespeeld? Ja. Het is echt. Ik weet niet om wat voor problemen het gaat en dat gaat me ook niks aan. Ik zie alleen dat het werk eronder leidt. Daarom wil ik dat jij een tijdje vrijneemt. Ik word dan non-actief gesteld. Nee. Gewoon totdat jij je zaken weer op orde hebt. En? De beste scoop die ik het afgelopen half jaar gelezen heb. Dus jij vindt dat ik hem moet publiceren? Ja, het kost die advocaat zijn kop. En de Raad van Discipline komt er ook niet vrij vanaf. Tja, daar hebben ze erom gevraagd. Precies. En wie fouten maakt... moet de consequenties onder ogen zien. Waarom twijfel je? Omdat Babette me op het spoor heeft gezet. Aha, carrière versus vriendschap. Wat maakt zij ervan? Ach, Babette kan het met zulke praktijken nooit eens zijn. Ja, dat dacht ik ook, maar... Die trekt wel bij. Volg je intuïtie. Heb je Corine nog gezien? Ja. Ja, het is nog steeds niet makkelijk, maar we komen er wel uit. In dit soort gevallen ben ik altijd blij dat ik een voorkeur heb voor rationele, intelligente vrouwen. Hoe bedoel je? Schiet op, anders mis je je deadline. Ja, ik ben al weg. Dag. Hey. En? Wat? Of je zwanger bent? Oh, nee. Ongesteld. Teleurgesteld? Beetje. Mag ik naps op? Hoi. En? Wat? Of je... De tamtam heeft zijn werk gedaan. Nee, ik ben niet zwanger. Carmen wordt bedankt. Nou ja, zeg. Dat mag ze toch wel tegen ons vertellen?
Ruben. Hi. Mag ik van jou een lekkere appelsap? Tuurlijk. Ik wou je even bedanken. Corine. Tenminste, ik neem aan dat jij gisteren Adriaan naar mij toegestuurd hebt. Ja. Dat is lief van je. Ik hoop dat jullie eruit zijn gekomen. Nee. Maar het is ook stom geweest te denken dat Adriaan ooit voor mij zou kiezen. Zolang jij op deze aardbol rondloopt. Corine, ik... Nee, daar kun jij niks aan doen. Het is gewoon zo. Er wordt op je gewacht zo te zien. Ik stuur je een geboortekaartje. Sterkte. Hi. Hi. Stuk verkocht? Ja. Aan het nieuws. Goed. Dat lijkt me dan duidelijk. Babette, toe nou. Hey. Ik zou hem maar heel even met rust laten. Ja, die is woedend. En jullie? Zijn jullie ook vervuld van morele verontwaardiging? Je begrijpt toch wel waarom ze zo kwaad is? Je had toch ook gewoon een ander stuk kunnen schrijven? Ja, de enige informatie die ik van Babette heb gekregen, dat is een naam. En verder heb ik die hele research zelf gedaan. Ze heeft je gevraagd mij op te houden. Als ik jou vraag om een patiënt weg te sturen omdat ik hem niet mag, doe je dat dan ook? Dat is toch heel iets anders? Nee, dat is precies hetzelfde. Nee, dat is hetzelfde. Maar Betty neemt haar werk net zo serieus als ik het mijne. Ze had gewoon dus haar mond over die zaak tegen mij moeten houden. Dat zijn woorden van een journalist. Niet van een vriendin. Oké. Dat is dan duidelijk. Jullie weten verdomme niet eens waar het over gaat. Ik heb gehoord dat de steen om mijn nek vandaag nog geplaatst wordt. Dat klopt. Van wie heb je dat gehoord? Ik heb zo'n contacten. Mag ik even gaan zitten? Als piketdienst heb, zie ik dit regelmatig. Mensen die voorkomen in paniek zijn. Irriteert je zeker wel, hè? Wat wil je van me? Ik wil dat jij een beetje barmhartigheid toont en dat artikel terugtrekt. Ik smeek het je. Nederig van mens tot mens. Als jij mij overeind houdt, dan kan ik heel veel voor jou betekenen. Samenwerkingsverband op langere termijn. Ik kan jou dingen vertellen die een journalist nooit te horen krijgt. Maar zo werkt dat niet. Gaat het? Hyperventilatie. Water. Wat ga je doen? Nou? Met Finit van Aspen. Ik wil mijn artikel terugtrekken. Luister, ik heb hier een hele goede reden voor. Kan die editie nog teruggetrokken worden? Ja, wie weet dat wel? Ga die dan bellen?
glaasje water, jongen. Geef hem water halen. Ga water halen. Rustig. Wat is er? Wat is er met je aan de hand?